can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? Je hebt hier hout gedaan? Ja. Vanaf het eerste jaar zit je hier op school, hè? Zat je hier op school? Ja, tot ja. Het zevenste. Hè. Tot zeven hout. En wat na Katia Hito Honkoter? Direct beginnen werken. In de houtsector? Ja, in de bouwwerk. Ja. En op mijn stage en zo. Ja, dus je zei mogen blijven op je stageplaats. Ja. En doe je het graag? Ja. Dus direct werk naar Katia. Allee, ja, eigenlijk heb ik een beetje verlof gepakt. En dan half augustus ben ik begonnen. Ja, oh, maar dat gaat nog, hè. Ja. Dus de plaats waar dan je stage gedaan hebt, daar mocht je direct beginnen werken. Wow. En is het nog met hout dat je werkt, want je zegt bouw? Ja. Ja, van alles ook. Oké, zijn ze tevreden van u op je werk? Ze zeiden dat ook. En je zou reclame maken voor Katia Hito Honkoter of... Waarom zou je iedereen aanraden om hout te doen op Katia Hito Honkoter? Voor de sfeer en voor de leerkracht. Ja. Kan je wel veel leren. Je hebt hier ook altijd graag gezien, nee? Ja, het is. En we zijn vrij blij dat je hem weer ziet. Bedankt om nog eens te komen naar onze school. Was het een opgave om terug naar onze school te komen? Met veel plezier. Mijn vraag is, wat heb je hier op Katia Hito gestudeerd? Houtbewerking. Vanaf? Tweede jaar. Nou, tweede jaar is metaalhout en vanaf derde jaar heb ik voor hout gekozen. Heb je voor hout gekozen en je bent hier tot en met zevende jaar? Ja, zevende jaar. En wat na u?
na studie. Mijn 7 jaar studie ben ik naar nog een andere richting gaan studeren, opvoeder. Uh-huh. En ben ik afgestudeerd als opvoeder en daar ben ik wel in gewerkt gesteld als opvoeder. Ja, en vind je uw opleiding houdt een meerwaarde daarin? Ja, want je kunt de kinderen meer leren over hout en je kunt daar ook meer knutselen en andere dingen doen dan gewoon de standaard knutselactiviteiten. Allee, je kunt ook iets maken met hout, waar die, voor kleine kinderen, die vinden ook gewoon heel tof om iets anders te zien dan papier en kretpapier voor. Ja. Dus het is zeker geen verloren zaak van nee, 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 ik heb hout sowieso gestudeerd met volle hoesting en zo. Maar ik dacht wel dat er iets anders mij beter zou liggen. En als opvoeder mij nu niet meer zou liggen, zou ik sowieso nog terug in de bouwsector gaan werken. Ja. En waar werk je als opvoeder? Uit Stad Gent. Stad Gent. Arends, je bent oud-leerling van Katja Hito Groenkoot. Dat klopt. En wat heeft u dan terug naar hier gebracht? Collega's. En omdat u graag zit? En je hebt houtbewerking gedaan? Ja, ik heb inderdaad houtbewerking gedaan. Ik heb voor houtbewerking gekozen omdat dat eigenlijk een warme materie is. En dat ik een affiniteit had met de houtbewerking. I follow you.